Het is maandag, tijd voor een nieuwe vlog. Wat leuk dat jullie weer meekijken. Het is me alsnog niet gelukt om afgelopen week te vloggen. Of niet gelukt, ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. We waren zoveel leuke dingen aan het doen. Vriend Lief had vrij. We zijn naar de Hoge Veluwe geweest. We zijn wezen fietsen. Naar een kasteel geweest. Nog een aantal andere dingen die ik even niet meer zo... kan benoemen. En nou, ik dacht gewoon, weet je, dan laat die camera maar zitten. En nieuwe week. Alles is weer begonnen. Juana die was super vroeg wakker. Vandaag natuurlijk dat uurtje verschil. 5:45. Ja, 5:45 was ze wakker. En ik was ook al een stuk eerder wakker. Ik heb mijn bloed eindelijk kunnen laten prikken voor mijn onderzoeken. Ik was afgelopen week bij de huisarts geweest. En het was gewoon ontzettend druk, want heel veel van die kleine prikposten zijn dus dicht. Waardoor bijna alles nu gecentreerd is of geconcentreerd, zeg maar, is bij de huisartspraktijk waar ik ben. Dus ik dacht, ik zie het wel volgende week weer wanneer alles begint. En het is gelukt vanochtend. Ik was denk ik uiteindelijk met alles erop en na een half uurtje maar weg. Dus heel fijn. En ik ga nu naar mijn moeder toe. Ze zijn er nog maar 3 weken en ik wil er echt heel veel gebruik van maken om mijn moeder nog heel veel te zien. Want moet ik haar een aantal maanden weer gaan missen. Dus ik ga denk ik even met haar wandelen en gewoon even een bakje doen en gezellig kletsen. Ik vind het zo fijn een warme licht geven. Ooit heb ik ook gelezen dat deze lampen ook heel fijn zijn in een babykamer of naast het wiegje. Want het maakt baby's rustig omdat het licht nabootst van de baarmoeder. Ik weet niet of dat waar is. Maar dat heb ik ooit gelezen. Dus ik ga me even bezighouden met strijken. Ik heb niet zoveel, maar ik wil even deze broek strijken. Ik heb hem zelf ingekort en gewassen. Het is 8:30. Nee, 9:00. Ik ga vandaag de hele dag werken. Dus tot ik ben rond 5:30 thuis. En ik ga nu even snel de slaapkamer recht trekken. Bed is al een uurtje aan het luchten. Dus ik ga nu even bed opmaken. Even ontbijten. En nog mijn to-do-lijstje aanvullen. Want dat geeft me gewoon rust in mijn hoofd. Wat ik zo fijn vind aan een lijstje, is dat ik het gewoon uit mijn hoofd kan zetten. Dat betekent niet dat ik het nu moet doen of vandaag moet doen. Maar ik hoef in ieder geval niet meer over na te denken. Of bang zijn dat ik iets vergeet. De reden dat ik deze deken hieronder leg is puur voor opberg. Omdat ik op dit moment gewoon geen plek heb waar ik de deken neer kan leggen. En ik vind het niet fijn als die gewoon de hele tijd zeg maar rondslingert. Maar dit is eigenlijk de deken die wij vooral in het weekend gebruiken als we lekker op de bank liggen. In de koudere maanden dan. Nou, Juana? Ik durf het niet. Proberen. wacht, ik heb niet goed vast. Harder, harder drukken. Anders krijg je hem niet aan. Eeuw, het stinkt. Ga aan. Hij is al aan. En deze playlist. Oh, die zijn zo leuk.
Het heet Calm by Nature, denk ik, het kanaal. En dan heb je zeg maar zulke plaatjes. En het is gewoon 10 uur aan jazzmuziek. Dit is dus de herfst. Je hebt heel veel herfst playlists. Maar Calm dit is, Café. Ja, maar dit is een van mijn lievelings. En dan zie je gewoon zo dat het daar buiten waait. En regent. Nou, Juana gaat zo naar school. Heb je alles ingepakt? Ja. En ik ga even een bananenbrood bakken. Ik had wat bananen, die waren ietsjes te rijp. En dan is het eigenlijk gewoon een hele simpele recept. Ik heb een heel oud recept, die gebruik ik al jaren. Alleen heb ik hem een klein beetje aangepast. Ik gebruik kokosbloesemsuiker. De voedingsstoffen zitten er nog in. Gesmolten boter. Ik gebruik altijd gewoon grasboter voor. Dan gebruik ik speldmeel. Hij zit erin. Ik heb een hele andere indeling gegeven aan onze la. En ik heb hier deze potten gedaan. En mijn plan is om nog 5 van deze grote potten erbij te kopen. Of 1, 2, 3, ja 5. Voor al onze droge dry goods, zoals ze in het Engels zeggen. Ik heb hier bijvoorbeeld muesli, speeltmeel, noten, macaroni en rijst. En dan zou ik mijn collageenpoeder denk ik in zo'n pot kunnen doen. De Brinta, nou die dingen. En ik denk dat dit toch een hele efficiënte indeling is. Omdat ik die andere kast dan hiervan van alles ontzie. En in die potten, die passen allemaal. Het staat ook nog eens mooi. Hier heb ik nog de thee, koffie, nog de thee. En ik denk dat ik dit anders nog doe, dat ik hier iets anders voor vind. Dat het twee dezelfde is voor meer rust. Nou, hier heb ik nog wat chocola van mijn vriend. En hier is mijn cacao mix. Dit is dus cacao poeder met gember, met kaneel, met kruidnagel. En dit doe ik dus in die kokosmelk. Maar dan hoef ik dat niet elke keer los toe te voegen. Dan hoef ik maar 1 theelepel van dit en dan ben ik klaar. Hoef ik niet allemaal potjes en dingen erbij te halen. Ah. Chocola. En Juanaga koekjes, wat dropjes. En onze kruiden. Zout. Nou, wat we het meest gebruiken. En dit heb ik dus nog niet echt opgeruimd. Maar het is hier al veel overzichtelijker. En waarschijnlijk kan ik een aantal dingen hiervan weer in die kast doen. In die potten. En dan kan ik hier meer dingen neerzetten die we helemaal niet zo vaak gebruiken. Dus ja, ik heb daar heel veel zin in. Maar dat komt nog allemaal, want ik moet natuurlijk alles ervoor kopen. En heb ik het hier dus zo ingedeeld. Dit is bestek die normaal in die la ligt. Ja, hier kunnen we ook net zo makkelijk bij. We hebben een mini keuken, dus dat moet geen probleem zijn. Bakspullen, ook wat bakspullen. Dit is allemaal van mijn grote apparaat. Dat ik nog zeg, die apparaat gebruik ik nauwelijks. Misschien dat dit dan weer naar boven kan. En hier ik weer plek kan maken voor dingen die ik echt vaak gebruik. Maar ja, ik heb me bedacht, ik heb het weer anders ingedeeld. Ja, hier heb ik ook nog wat ruimte. Ik weet niet wat ik hiermee eventueel zou kunnen doen. Er kan nog zo'n bakje in. Maar ik heb dus hier al onze extra kruiden. Die we wel gebruiken, maar niet standaard elke dag. Dit is voor wanneer ik chili con carne maak. Kruidnagel, dat doe ik in mijn chocomel. Komijnzaad, ook voor de chili con carne. Nou, zo. Hier heb ik dus nog iets. Ja, dit gebruik ik ook niet vaak. Ja, mijn vriend die houdt van appelmoes. Dus hier gaan we ook niet meer. Dit gaan we niet meer kopen trouwens. We kopen normaal een glazen pot. En dan gaan we weer op het overstappen. Want dit is natuurlijk echt niet goed voor de dieren. Ik heb geshopt. Ik heb kratjes gehaald. Toch weer een investering. Deze zijn 5 euro per stuk. En ik heb er 5. Dus ja, deze kratjes zijn gewoon ideaal voor ons. En ze zijn ook nog heel leuk om naar te kijken. Leuke kleurtjes. Kijk, het past gewoon helemaal bij mijn interieur. En deze keer heb ik van deze letters gekocht. Heb ik tot nu toe niet nodig gevonden. Maar aangezien ik dus die kratten hier ga doen, lijkt me het wel verstandig als ik de opzet wat erin zit. Want ja, je kan het natuurlijk niet zien. En ik heb 3 van deze grote potten gekocht.
Deze zijn €3,25 per stuk. En drie van deze kratten heb ik trouwens gekocht om dit een beetje netter op te ruimen. Op zich, ja, het is een beetje niet super netjes, maar het is functioneel. Maar ja, dat is dus langzamerhand tot het punt komen waar gewoon ook mijn kastjes gewoon leuk en gezellig en vrolijk ingericht zijn. Oh, ik ben zo blij. Dit is tot nu toe de kast geworden. Ik heb je zo laten zien. Dit is helemaal goed. Ook mijn staafmixer, die gebruik ik best wel vaak. En elke keer, hij stond eerst daarboven, moest ik een trap pakken. Nu kan ik er gewoon bij. Wel op mijn tenen, maar ik kan erbij. Dit is echt mijn pantry, zoals ze dat in Engels noemen. Ik weet niet precies hoe je dat in Nederlands noemt. Maar daar is dus echt alle extra's die ik heb. En daaronder is het nog leeg. Daar moet ik misschien 1 keer in de 2 weken bij zijn. Dus ja, ik moet toch even aankijken hoe ik dat doe. Maar ik denk ook dat het mooiste is om 2 bakken op elkaar te hebben. Of twee van deze opbergmanden. Gewoon voor de rust. Dus 2 grote groene. Moet nog even aankijken. Maar in ieder geval, dit is al zoveel beter. Nou, en is dit dus de uiteindelijke laag geworden. Die hadden jullie ook, had ik al eerder laten zien. Maar nu is die gewoon ja, echt met alles wat wij nog hebben. Dat is wat ik uit die manden daar heb gehaald. Wat ik nog kan gebruiken. En dit geeft me ook overzicht. Zo van, oh ja, hey, ik kan een keer dit nog maken. Of, ja, snap je? Dat is veel beter. En heb ik alle blikken gevuld. En dit is mijn, ja... mijn schoonmaak spullen la. En dan hier gewoon wat ik elke dag gebruik. Ik heb natuurlijk dus heel weinig schoonmaakmiddel. Dit is een beetje allesreiniger met water. De ontkalker. Afwasmiddel. Alcohol zit hierin. Ja, dit is nog een overflow van de vaatwastabletten zitten hierin. Ik heb dan wat sponsen. Een borstel. Nog een borstel. En wat doekjes. Er zit nog heel veel in de was. En dan heb ik nog hier ruimte, zeg maar, voor de rest van de theedoeken. En hier is Juana's schort. En hier komt dadelijk mijn schort. Die is in de was. Ik zit lekker zo in mijn flow. Want ik ben een video aan het opnemen voor jullie. En het is gewoon voor het weekend video. Alleen, vriend liefst, het al echt om de 10 minuten kwartier is er weer een call. Waardoor ik dus weinig in de woonkamer kan doen. Dus ben ik een beetje verbannen naar de keuken, slaapkamer. Dus alles is gestofzuigd. Ik moet alleen nog dweilen. Maar ik moet toch de woonkamer doen. Dus ik dacht, nou ja, ik zit toch lekker in die ritme. Ik heb toch lekker mijn momentum opgebouwd. Dus ga ik even de bakjes schoonmaken van onze spullen in de badkamer. Deze is voor mij. En deze is van Juana. En hier hebben we dus ja, haar spulletjes, elastiekjes. Dat. Dus ik ga het gewoon even lekker schoonmaken. Als alles schoon en opgeruimd is, ja, het is nog veel, maar we moeten het met z'n tweeën zien te delen. Ik heb hier trouwens een hele stapel met die watjes. Waarmee we cup weghalen of micellair water gebruiken. Nou, Juan en ik gebruiken dit dus allemaal gezamenlijk. Dit is echt haar bakje. Op een paar dingen na, dit gebruiken we met z'n tweeën. En dit is dus echt mijn dingetje. En mijn make-up borstels. En mijn make-up. En ik heb hier nog een hele la om te doen. Maar ik heb er vandaag geen zin in, dus. Ik wou met jullie even onze foto delen. Dit is dus een van de foto's die ik heb laten bedrukken. Van ons als gezinnetje. Dit zijn, ja, het is een beetje reflectie zien jullie. Maar dit zijn onze handen. Zwart-witte foto. I like it. Dus dan heb ik een beetje balans hier. Heb ik een zwart-witte foto en daar. Ja, een beetje. Ik zal het even zo
laten zien. Dit is dus tot nu toe onze gallery wall. Ik wil hem nog uitbreiden. Maar ik ben nog op zoek zeg maar, naar wat meer van die gouden lijsten. Iets wat me aanspreekt. En dat komt allemaal wel. Maar ja, dit is het voor nu. En I like it. Ik vind het echt leuk zo uit die hoek. En er mag best wel, denk ik, aan deze kant mag die ietsje zwaarder worden. Aangezien ik hier deze meubel heb en dit, vind ik dat deze kant, ik weet niet of ik het zo kan laten zien, maar dit mag wat zwaarder. Er mag wat meer gewicht aan hangen aan deze kant van de muur. Nou, en verder is dit nu even de tafel. Ik heb de laptop weggelegd. Ik word er soms helemaal gek van, echt. Altijd op de eettafel. En we hebben een kleine tafel als die ingeklapt is. Dus vind ik het ook wel fijn om hem zo te laten. En verder heb ik hier een heel leuk schilderijtje gehangen van een Moomin. Dit is dus echt een Finse karikatuur, zeg maar. Moomin mama en een Moomin papa. En ik vond het zo leuk, een beetje dat Finse in de keuken. Onze drinkgelaten die zijn ook van de Moomin. Kijk, van Juana zijn ze eigenlijk. Al mijn mokken die ik verzamel, zijn dus ook van de Moomin. En ik ga verder met breien, want dat heb ik een beetje... Ik had het een beetje laten liggen. Dit is dus een sjaal voor een van mijn nichtjes. Kooltrui. Of nee, kooltrui. Het wordt zo'n koolsjaal, weet je wel? Zo'n ronde.